Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgas met Joey. Deze keer heb ik een wokstaats op deze scooter gekregen omdat hij te hard ging. En nu gaan we naar de RDW en kijken hoe we sowieso van die wokstaats afkomen. Maar ook, hoe kom je aan een wokstaats en wat is een wokstaats? Kijk met ons mee bij de RDW. Goedemiddag, je mag even naar binnen. Je mag hem even op tafel even zetten. Super. Goedemiddag. Goedemiddag, Nico Johannes, RDW, Amsterdam. Ik heb een wokstaats gekregen van de politie vanwege snelheid. Ja, als het goed is, bent je binnen geweest. Yes, ik ben bij de balie geweest. Je hebt de papieren even gekregen. Nou, prachtig. Dan gaan we even kijken. Eerst, wat gaan we doen? Gaan we even sessienummer, even, frame nummer even controleren. 240-20-24. Nou, dan kijken we nog even naar de sticker van de constructieplaat. Als het een beetje hetzelfde is. Kijken we wel naar de plekken, zeg maar, dat het niet even aangelast is of vals is. Dus dat ziet er wel netjes even uit. Je mag even verlichting van mij even aanzetten. Mooi. En dat grote licht had hij ook nog. Richting aanwijzen van links. En de andere kant. Klakson heb je die ook nog. Dat is mooi. Even achter ook, even precies hetzelfde. Ja, links en rechts. En de andere kant. Nou, elke brummer die na 31 december 2006 moet zijn voorzien van een rode reflector aan de achterkant en oranje reflectors aan de zijkanten. Bromfietsen na 31 december 2006 moeten zijn voorzien van een linker spiegel. Is een rechter spiegel dan ook verplicht? Nee, dat is niet verplicht. Meneer de expert, we hebben hier stadslichten. Klopt. Mogen die erin zitten? Ja. Oké, dus de stadslicht die hier al altijd standaard in zit, mag aangevuld worden met deze? Mag aangevuld daarin. Super. Ja. Wat we nou aan het doen zijn, we gaan even de nummer, even, motornummer even opschrijven, motortype, motornummer. En dan gaan we straks even in onze computer even controleren als deze motor bij de frame even nummer even correspondeert. Oké, goed. Ja? Mocht het nou niet zo zijn dat er een ander motorblok onder gezet is, waar wordt dan op gelet? Dan vragen we altijd even naar de afkomst van de motor. Wil je ook zien of zo'n motorblok als vermist of diefstal geregistreerd staat of niet? Dat kunnen we wel even, zeg maar, in de loop van de tijd kunnen we dat wel even controleren. Oké. Dan gaan we even de banden controleren. Nou, hier staat even de draairichting van de band. Ja. Dus die gaat wel een goede richting. Als de draairichting niet de juiste kant juiste. Is hij dan afgekeurd? Dan is hij niet goed gekeurd. Dan moet hij opnieuw terugkomen herkeuring voor de bokstaat. Ja, voor de bokstaat. Dan gaan we naar de profiel even controleren. Nou, dat is een vrij nieuwe band. Ja. Het profiel ziet er wel goed uit. Mooi profiel. We kijken naar de speling van de wielhager. Ja. Gaan we even controleren. Kijken we ook even meteen dat hij geen speling in de frame hebt. Ja, want ja, er zijn de ribbers, de subframe, dus klopt. Dat moet ook even. Ja, dat ziet er toch goed uit. Oké. En dan gaan we de voorkant even bekijken. Kijken we naar de remslangen. Mag er niet beschadigd zijn, mag geen canvas even zichtbaar even zijn. En ook wel zichtbaar is afkeur. Zichtbaar is afkeur. De reden voor afkeur is, als hij zichtbaar is, kan hij lek zijn. En als hij lek is, kan hij niet remmen. Hoeft dan ben je heel onveilig. Hoeft niet per se lek te zijn, maar een canvast is niet toegestaan. Okay, hij mag wel een beschadiging hebben, maar mag geen canvast even zichtbaar zijn. Okay. We kijken naar de remschijven. Geen breuk in. We kijken naar de remblokken. Of daar nog voering op zit? Als er voldoende voering op zit, mag er geen ijzer op ijzer. Nee, ijzer op ijzer is ook afkeur. Dat is ook een afkeur. Super. Klopt. De ballen even controleren, de lagers. Wiellagers van de wiel. Ook op geluid. En als de bouwspeling dus te veel speling heeft, teveel dan klappert hij. Ja. Afkeur. Dan is een afkeur. En bij te vast, dus niet soepel sturen. Hij moet even soepel even sturen. Ja, toch? Ja. Maar meneer, ik ben aangehouden voor mijn snelheid, hij ging te hard. Ja. Maar ik zie dat de hele scooter controleert. Ja. Is dat altijd zo? Dat is altijd zo, want dat zijn de eisen, zijn de werkinstructies van ons. Dus alles wat er van binnenkomt, dat heeft te maken omdat de kenteken is ingenomen. Dus mensen, het is heel belangrijk, een bokstatus kun je om bijna eigenlijk werkelijk alle redenen krijgen als je scooter niet in goede staat is, dus technisch gezien. Dus als je banden versleet zijn, als de snelheid te hoog is, het is niet altijd zo dat je een bokstatus krijgt. Soms zegt ze ook van oké, een bekeuring. Toch? Dat is aan de politie. Dat is aan de politie, hangt er vanaf. Als je geluk hebt, krijg je geen bok. Als je pech hebt, krijg je al een bok omdat je band versleten is. Het is niet anders. We gaan nu de snelheid controleren. Je mag hem even op de rollerbank even neerzetten. Ik zie dat de teller 120 km als maximaal aangeeft. Klopt. Zijn er scooters die dat wel eens hebben gehad bij de RDW? Nog niet. Oh, oké. Niet meegemaakt, dus
Zou kunnen. Want dat zijn ze al lang afgevoerd. Ja. Dan geven we even volle gas en dan gaan we even kijken wat de snelheid is. Oké. Deze scooter is goed gekeurd, want hij gaat weer 49 km per uur. Dat klopt. Nou zag ik ook een maximale toegestane marge. Dat klopt. En de marge op de bromfiets. Op de bromfiets is het 5 km. Ja. Plus 5 km van de afwijking van de rollenbank. Dus je doet al 10 km marge. Dus bij 55 op deze? Op deze rollenbank is hij nog goed gekeurd. Oh. Alles wat boven 55 is. En bij 56 is afkeur? Alles wat boven 55 is niet goed gekeurd. En hoe zit het dan bij een snorfiets? Bij een snorfiets? Bijna identiek, alleen daar heb je wel 4 km marge van de constructiesnelheid en 5 km, plus 5 km van de rollenbank. Dus okay. Totaal 9 km. Dus bij 34 km max op deze testbank is hij nog goedgekeurd. 35 is afkeur bij een snorfiets. En bij een bromfiets is 55 op deze testbank is nog net goedgekeurd. 56 is afkeur. Dan weten we het maar. En is een werkende kilometerteller verplicht? Dat klopt. Alle bromfietsen en snorfietsen vanaf 31 december 2006 moet een goed werkende snelheidsmeter aanwezig zijn en moet goed werken. En stel dat ik bij een politie aankom en ik word aangehouden dat de snelheidsmeter werkt niet, dan zouden ze daar een wok voor kunnen geven. Zeg maar ja. Ja, want het is verplicht. Ik weet het niet. Het lijkt net of het zijn werk is, hè, of niet? En tot slot de laatste vraag over de rollenbank. Ik zag dat u naast de rollenbank stond. Klopt. Of in ieder geval naast de scooter en niet op de scooter zat. Klopt. Is het bij alle rollenbanken zo? Nou, zover dat ik even weet, niet alle rollenbanken. Er zijn rollenbanken die mag je even naast staan en rollenbanken die op de scooter even zit. Oké, want het heeft misschien te maken... met de rollenbank, met de weerstand. Inderdaad, anders klopt de meting misschien. Uitrij van de rollenbank met 49 km per uur. Vraag van vandaag, is hij goedgekeurd? Bij deze is het brummer even goedgekeurd. Je mag even deze dossier meenemen. Ja? Mag je even terug naar de receptie, even afrekenen. En binnen 2 werkdagen dan zal wel status even eraf even zijn. En dan mag hij weer even met de brummer op de weg. Nou heb ik de scooter met mijn bus trouwens vervoerd. Maar ik had een afspraak, want die heb ik per mail van de RDW ontvangen gekregen. Ja. Mag ik dan met die afspraak ook naar de RDW toe rijden? Die dag mag je weer naar de RDW en vanaf de RDW naar huis even nog op de scooter even aan. Dus wanneer je een afspraak hebt van de RDW en die krijg je per mail in je mail, mag je met op de dag van de afspraak met de scooter naar de afspraak toe rijden bij de RDW, maar alleen naar de RDW. Dus niet sinds naar de Mac en naar je chick en al dat soort dingen. Op vertoon van de keuringsafspraak kun je dan gewoon doorrijden naar de RDW als je aangehouden wordt. Als ik de site van de RDW goed heb bekeken, dan kost het keuren van de scooter met zo'n wok €65. En Nico, hartstikke bedankt voor de keuring. Nou, jullie ook. Ik ben heel blij dat hij is goedgekeurd. Nou, lieve mensen, dit was het voor deze keer met Volgers met Joey. Wil je nou meer weten wat de keuringseisen zijn? Check dan ook in de descriptie de link die we erin hebben gezet. Dan kan je alles zien waar hij op gecontroleerd kan worden. Ik dank jullie voor het kijken. Dit was Volgers met Joey. Ik zeg jullie rustig en abonneer. Are you ready for this? It's the machine gun thrower.